verlaten Heufden en rijden richting het zuiden. Onderweg worden we weer getrakteerd op een mooi stukje natuur. Onderweg pakken we ook nog even een mooi watervalletje mee. Private parking. Nee, dit is het niet, schat. Shit. Ja, dat wist je ook niet, hè? Nee. Het is hier wel vlakbij. Sla rechtsaf en je arriveert op je bestemming. Ja, nou met alle respect, hier ga ik niet staan, dan heb ik een mooiere gezien. Je bent gearriveerd. Jezus, maar kijk hoe die mensen staan, joh. Ja, dit is toch niet de beste. Of kun je zo aan die rand staan? Weet ik niet. Moet even dan hebben, wel een mooi uitzicht. Als je wil, graag. Ja hoor, en nog geen 200 meter verderop vinden wij ons droomplekje. Ik ga er eerst in, denk ik. Kinokio. Even wachten hoor. Ja, en nu? Hoe kom ik erin? Oeh! Ja? Wel gelijktijdig. Ja. Rechts, links, rechts. Even oefenen, Ray. Ja. Even doggeren. Ik weet niet welke kant op drijven. Even doggeren. Kijk wat we doen. Ja. Dan gaan we toch een beetje. We gaan in ieder geval terug. Ja, we gaan in ieder geval terug. Dus een beetje in het midden zijn, dan doe ik de drone even op.
Ja. Ik heb wel een nat. Maar ik heb wel een natte hol, jij niet? Nee, bij mij zit er al water in. Dat maakt niet uit. Ik heb weer een. Nee, dat zien de mensen nu, een kano. Weet ik niet, als jij een beetje kan blijven liggen, ik weet niet hoe ver we zijn. Ik kan nooit op één plek blijven liggen, hè? Ja. Nee. Maar ik ga het proberen. Wat wil je wat doen? Nou, we moeten een beetje. Ophangen. Hè? Nou, even wat rechter zitten. Moeten we jouw peddel even ophangen? Ja. Ja, maar moet iets naar achteren. Zo ja, ben je dan die jijre peddel kwijt straks? Nee, als ik gewoon lekker. Bij mij zit hij. Ja? Maar ja. Ja, als jij me een beetje recht wil houden. Jawel, het is wel leuk. Alleen ik zit nog gewoon slecht. En de. Nee, en de boot is veel te zacht. Ja, we moeten eromheen, schat. Anders worden we door de wind tegenaan geblazen. Oh. Ja, van het koude water komen, dat weet ik niet, maar hij loopt leeg. Op een gegeven moment zat ik gewoon. Ja. Nou, dan kijk ik even op de camera, dat jij het ook zo goed kent. Hier. Ja, maar hij loopt leeg. Of het komt door het koude water, dat de lucht krimpt. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, nog even. Ik zit dubbel geknikt. Nou, zoveel lol had ik nog niet. Nee. Thank you.
Zo, mijn reet is nat. Schrikkelijk. Maar de uifelkomen is ook gewoon een ding, hoor. Ja, zeker. Dan heb je hem op het droge. Kijk, hij voelt hetzelfde, volgens mij. We hebben hem gewoon veel te zacht opgepompt. Nee, nee, nou knikt hij meer als net. Zie je? Hier. Maar je kan hem op zand leggen. Ja, dan is hij wel goor aan de onderkant. Ja, dat zien we dan wel. Nee, gewoon op zand. Want ik heb van die haringen onderop. Zo. Nee, we hebben hem een tijdje opgepompt. Dat je hem harder moet oppompen. Ja, dat denk ik ook. Oh, wel leren. Lekker ontspannen varen met die drone. Echt een kleren ding hier naar beneden. Met jullie delen. Ik ben, voordat we naar Noorwegen gingen, heb ik echt aan Remo gevraagd. Er is één ding wat ik echt heel graag zou willen. En het is, zei hij. Zei, nou, als ik in Noorwegen ben of in Zweden, dat we daarin uitwijken, wil ik heel graag een kano. Nou, tada! De Hydro Force. Dit is een tweepersoons kano. Ik ben er zo blij mee. Nou, je ziet hem nu in opgeblazen toestand. We hebben twee paddles. Ja, de een vindt ze fijn, de ander niet. Maar ja, ik ben natuurlijk niet zo groot, dus ik vind ze top. Ik vind ze te klein. Hij vindt ze weer te klein. Maar ik heb heel vroeger, toen ik jong was, altijd in Limburg een kleine vink gestaan met de familie. En ieder jaar kanoerde ik daar. Dus ik wilde dit echt heel graag. Een opblaasbare kano. Wat ik heel fijn vind is deze, is dat hij van de tubes heb. Als die lek is, dan kan je hem eruit halen en dan kan je hem plakken. Dus het is een soort nylon kanootje. Er zitten ook twee stoelen bij. Ik heb er nu even eentje laten zien. Die kan je dus op de baan van Klittenband. Hierachter heb ik altijd de pomp bij me. En voor hebben wij dus eventueel zo'n waterzak. Dus ja, ik ben er zo gelukkig mee. We zijn hier ook gekomen vanwege het weer. Nou, Raymond? Hallo. Jij wil een beeld. Kom op. Nou, vanwege het weer. We zijn natuurlijk een beetje halverwege bij Hofden. Toen hebben we gekeken van, joh, wat doet het weer? Nou, toen hebben we toch maar gekozen om weer te gaan zakken, want daarboven konden we niet. Vanwege heel veel wegen afzetten. Oh, nee, dan zeg ik het niet wat goed. Dan? Wel, ik zeg het weer. Naar rechts konden we niet, naar vanwege rechts. De wegen. En helemaal naar het noorden heeft niet veel zin, want er zoveel tijd hebben we niet. Aanvulling. Altijd fijn. Dus we moesten vanwege het weer, moesten we weer naar het zuiden gaan. Want ja, daar lijkt het erop dat het toch het beste weer is. Ja, tot aan dinsdag. Ja. Dus we zitten nu nog even te twijfelen van, joh, iedere dag dat we mooi weer hebben, wat gaan we doen? Dus voor nu zijn we hier gestrand en het is echt een fenomenaal. Het is een topplekje. Topplekje, echt heel erg idyllisch. Mega gaaf. Ja, het enige is dit aan de weg. Ja, maar die hoor je vanavond niet. Maar die hoor je vanavond niet. Als je het licht uit doet en je gaat slapen, hoor je dat echt niet meer. En ik wilde zeggen, ik ben heel gelukkig met het plekje. Maar ook met mijn kano. Dus en we zijn hier wezen varen met de kano. Ja, dat, of ze hebben dat al gezien in de vlog. Ja. Of ze gaan dat nog zien. Maar dat laat ik aan hem over. Dat weet ik als ik het geërfd heb. We hebben natuurlijk al een verandering van de plannen vanwege het weer en vanwege de overstromingen, dat we niet naar rechts kunnen. Ja. Dus we zitten erover te denken om vanaf dinsdag kijken hoe het weer is, want dan lijkt het weer in Zweden weer mooier te worden. En dan gaan we gewoon naar Zweden. En dan pakken we de boot. Alles kan. Van Denemarken, of van Noorwegen van Sandersfjord naar Storm. Nou, die weet ik even niet. Die vallen nog wel. Ja, en dan, de informatie komt nog wel. En dan kunnen we daar nog een weekje vertoeven. Ja, meer dan een week. Want dan wil ik ook graag met de kano erop uit. Want ik vind het echt zo geweldig met de kano erop uit. Dus het bleek wel dat ik het niet was verleerd. Dus, maar voor nu, alles over de kano en het plekje. Ik laat je over aan Raymond. Ik ben klaar. Goedemorgen. Het is weer een nieuwe dag. Het zonnetje schijnt. We gaan ons opmaken voor richting Arendal.
En we hebben hier trouwens wel goed geslapen. Een klein beetje last van de weg gehad. Maar ja, dat uitzicht dat maakt het meer als de moeite waard. Maar we stappen in en we gaan weer verder. Gelijk iedereen. Oeh, plekje kom erheen. Plekje kom erheen. Ja? Nou, dat denk ik wel. Nou, een hele goede middag weer. We zijn in Arendal. En ja, je hebt hoogtevrees, maar je wilde graag de, ja, de glazen lift in. Ik ga eens even kijken of ik die kan zien zo. Is het gratis? Hem zien? Met de zon in het scherm is het niet te zien. Ja, maar ik heb hem niet in beeld. Moet ik even wijzen? Nou, ik zal het even zo doen. Hij is daar in beeld. We hebben een heel mooi uitzicht, zeggen ze. Nou, dan gaan we eens kijken. Alleen even kijken waar we erin motten. Daar. Hier ook. Leek me logisch, want die lift gaat een beetje de grond in. Ja, maar ik geloof wel dat we er goed aan gedaan hebben om het betere weer op te zoeken. Want het is vandaag weer gewoon korte broeken weer. Ja. Ja, ja. Nou, hoe dat afloopt, dat zien we in de volgende aflevering. Ja. En we willen de mensen even massaal bedanken. Nee, ik zeg het verkeerd. We willen de mensen bedanken, want ze hebben toch wel redelijk massaal gereageerd op of we wel of niet van die wandelstokken moeten hebben. Ja. En nou, we zijn er inmiddels wel over uit. Dat we ze moeten hebben. Dat we ze moeten hebben. Echt. Is toch wel belangrijk. Ja, zeker belangrijk. Ja. Ik had wel heel even snel op het internet gekeken. Maar je hebt toch wel verschillende soorten stokken. Ja, ja, dat blijf je hebben. Hè? Want je hebt telescoopstokken. En je hebt van die klikstokken. Net zoals de tentstokken. Dus daar gaan we nog even kijken. Nordic stokken. Dus, ja, ik weet niet of dat hetzelfde nee, is. Nee, dat weet ik ook niet. Maar we gaan erin verdiepen en laten ons informeren welke het beste zijn of wat dan bij ons past. Ja, en die gaan het dan, die gaan het dan worden. En dan, ja. Die gaan we dan, gebruiken. Ja, die gaan we dan weer gebruiken. Ja. Nou, ik wou zeggen bedankt voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Ja, doe dat even. Ja, vinden we wel leuk. Ja. En klik op het belletje. Want dan? Nou, dan missen ze geen filmpje. Precies. Daar gaat het toch om. Precies. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt en tot de volgende keer. En als je nog wat hebt te melden, even tussendoor, laat dan gewoon achter in de comments. Helemaal goed. Hey, doei. Doei.